over vrouwen en dit en dat. En als ze dan wel begon, dan maakte dat rijden. En zei altijd, ik sta niet de papa. En voilà, toen begon dat maar rapper te rijden. En de volgende, ja, ik dacht, ik werd sterker dan beter en beter. En op een gegeven moment, ik begon ik sterker te worden. En ik begon te roepen, ik sta niet de papa. En ik kwam mijn eerste koers. En ik had ondertussen al op training. Tegen mijn ploegman gezegd, ik ben niet de papa. Ja. En dan hebben we de eerste koers, ik ga alleen naar de meet. En ik had tijd genoeg en er stonden al vier man die hadden opgegeven. En ik riep, ik ben de papa, ik ben de papa. Twee weken later had ze een sticker gemaakt, de papa. En dat zijn er 10. Noemen ze maar de papa. Ja, noemen ze de papa. En is dat ook zo? Blijkbaar is het zo, als je gaat aanvallen, dat je het aankondigt en zegt, de papa gaat vertrekken. Ja. 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 Nadat ik Belgisch kampioen ben geworden, de vorm was natuurlijk goed. En, ja. Dan was dan vooral in die kermiskoers en ik voelde me goed en dan durf ik dat wel eens roepen. Maar dat zou ik nu natuurlijk wel helemaal niet meer durven roepen. Ja, je weet nooit. Hè. Geef jij jezelf zo'n bijnaam? Nee, Michiel. Aan mij geef ik geen bijnaam, niemand spreekt ooit tegen mij. Ben jij cool? Ik heb geen bijnaam, maar ik zeg thuis ook soms wel eens de papa gaat vertrekken. Rob, wat zijn jouw ambities nog voor dit seizoen? Ja, ik wil schitteren in de grote koersen. Ik wil mijn werk doen voor de kopmannen halen. Dat is voor Bennett natuurlijk mijn droom. Ja. Ik heb tegen de baas van Accent Jobs gezegd dat ik die ga winnen ook. Ja. Dus ik ga met dat kilo ook eens moeten verliezen. Ja. Dank je nog. Heel veel succes te wensen. Hartelijk dank voor dit gesprek. Rob Koris!